Vorige week woensdag um, waren we samen op het eindejaars-event in, uh, uh, in een groot hotel langs de A12. <laughs> ja, zeker. Ja. En uh, hoe was dat? Hoe is ja, dat gevallen? Ik vond het een prachtig mooi uh, evenement. Maar uh, ja, uh, ook dit uh, was mijn eerste eindejaars-event. Uh, mm -hmm. Kijk, een eindejaars-event ja, heeft een bijzonder karakter, vind ik. Gewoon omdat het eindejaars is en je ook terugkijkt en vooruitkijkt. Ehm. Um, uh, ook hierbij weer gekozen voor een mooi inhoudelijk programma. En het thema veiligheid ja. was eigenlijk het centrale thema. Ja. Nou ja, veiligheid. Ja, ik denk dat het een belangrijk thema is voor iedereen in Nederland. Uh, voor de ondernemers, specifiek. Dit was ook echt een, 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 een ondernemers-event. Uh, We hebben gekozen voor een goed inhoudelijk programma. Waarbij er een soort van nep-inbreken was, die je uh, alle bedrijventreinen heeft gescand. En dat is dan toch wel uh, verrassend. Uh, wat, confronterend wat je, hè? Verrassend en confronterend wat je dan allemaal tegenkomt. Mm -hmm. Nou, de avond, uh, sorry, de middag werd aan elkaar gepraat door Jaap Pilon. Nou, dat kan hij natuurlijk als geen ander. Ja. Daarnaast heeft hij ook nog even een leuke terugblik gedaan op de uh, nou ja, afgelopen jaar, een soort oudejaarsconferentie. En, uh, nou ja, niet onbelangrijk, de KVOB-certificaten zijn uitgereikt. door Wat is dat, uh, KVOB? Nou, dat zijn de certificaten die je verkrijgt als je voldoet aan een aantal veiligheidseisen. Mm -hmm. Als uh, terrein en als, nou ja, en als je als terrein uh, en gebied daar aan voldoet, dan uh, krijg je dat ook als ondernemers. Ja. En de ondernemers krijgen, wanneer ze dat certificaat hebben, uh, weer korting op hun uh, verzekeringen. Dus dat is uh, enorm belangrijk. Ja, dat scheelt gewoon keihard geld. Precies, en... Nou ja, ik kende deze certificaat vanuit de regio Utrecht, uh -huh. maar als ik zie ook hoe er hier zorgvuldig en goed mee wordt omgegaan en hoe belangrijk men de veiligheid hier vindt, dan ben ik echt wel van onder indruk hoor. Ja, dat was ook een van de opmerkingen, hè? dat het uh, sowieso schoon is, de uh, bedrijventerreinen, ja. en, uh, opgeruimd en uh, dus wat dat betreft uh, kregen we nogal wat complimenten. Ja. Zeker, zeker. Kijk, en, en dan is het ook goed dat ook zo'n inbreker je ook laat zien hè? wat, wat er, uh, nou ja. er nog meer kan. <laughs> ja, wat er, wat er nog meer kan, omdat je gewoon altijd open moet staan voor verbeteringen. Er waren natuurlijk een paar gênante uh, plaatjes die hij liet zien. Maar daar gaan we het verder niet over hebben. Nee, daar gaan we het maar, verder niet over hebben. <laughs> okay. En daarna daar hadden we natuurlijk uh, de netwerkborrel. Ja, daarna was, uh, was de netwerkborrel en die is ook uh, goed uh, bezocht. Ja, dat is dus... altijd noodzakelijk hè, dat je elkaar af en toe even ja. buiten het werk ontmoet. Ja. Ja, nou ja, kijk, um, uh, er is hier een, uh, in Venendaal een, een heel groot ondernemersnetwerk. En uh, ja, dan is het heel belangrijk dat je dan de gelegenheid hebt om elkaar te ontmoeten en om weer kennis te maken met nieuwe ondernemers. Dus uh, nee, er was, een, uh, er was een goede sfeer en een goede opkomst. Inderdaad, ik ben het er helemaal mee eens. Het is een uh, mooi event en ik hoop dat het volgend jaar weer zal zijn. We gaan luisteren naar uh, Tom Waits met Tom Travers Blues, oftewel Waltzing Matilda.